Hover Honig wil met zijn nieuwe songfestivalnummer dicht bij de groep zelf blijven. Het lied De Wrongplazen, dat eerder donderdag werd gepresenteerd, blijft bovendien meteen plakken, zegt bassist Alex Kallier tegen de VRT. Tekst gaat verder onder advertentie. Het moet een nummer zijn dat meteen binnenkomt. Dat is nu eenmaal zo, je krijgt maar een kans. Dit was voor ons de perfecte combi tussen trouw aan ons zelf blijven en toch een catchy nummer te maken, aldus Kallier. Volgens hem is het nummer niet speciaal voor het Songfestival gemaakt. Voor de podiumpresentatie op het Songfestival gaat Hover Honig aan de slag met dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor de act van Duncan Laurens 2 jaar geleden. De eerste computeranimaties zien er veelbelovend uit, vindt Kallier. Ook heeft de band de backup video, die gebruikt wordt als de groep niet fysiek kan optreden in Rotterdam, al opgenomen. Dat was wel best spannend. Het ziet er keigoed uit. De eerste reacties zijn in België gemengd, maar daar ligt Kallier niet wakker van. Hij wijst erop dat Release, de inzending voor vorig jaar, in eerste instantie ook met de grond gelijk werd gemaakt in eigen land, maar dat de Europa er positiever over dacht. Wij zijn er trots op. En Belgen kunnen toch niet stemmen voor ons. Dus let's blokkade.